De eerste maand van het jaar zit er alweer bijna op. Een goed moment om eens te kijken hoe het gaat met de goede voornemens die je met de jaarwisseling hebt gemaakt. Eet je bijvoorbeeld gezonder dan in 2016? Heb je stress beter in de hand of sport je vaker? Pet je af als je het nog steeds volhoudt. Maar vind je het toch moeilijk om een nieuwe gewoonte aan te leren? Geef dan nu nog niet op. Het Voedingscentrum en het Kenniscentrum Sport slaan namelijk de handen ineen om jouw goede voornemen nieuw leven in te blazen. Houd daarom pen en papier in de aanslag. Dan ligt er na de komende 2 minuten een ijzersterk plan op tafel. Schrijf eerst eens op wat jouw doel is. Dat kan echt van alles zijn. Heb je hem? Mooi. Kijk, met wilskracht kun je best een eindje komen. Maar een voornemen volhouden is geen kwestie van wilskracht alleen. Natuurlijk, je moet het wel willen. Maar een realistisch en goed gekozen voornemen maakt het pas echt haalbaar. Zorg daarom dat je een kleine, concrete stap verzint die je ook echt kan volhouden. Wat wil je precies doen en wanneer ga je dit doen? Meer sporten is eigenlijk te vaag. Maak het helderder voor jezelf door een tijdstip of situatie te kiezen en een precieze actie. Om je voornemen concreet te maken kun je een als-dan plan maken. Als situatie X zich voordoet, dan doe ik Y. Bijvoorbeeld, als ik op dinsdag en donderdag thuis kom van mijn werk, dan ga ik direct naar de sportclub. Kun je voor jouw doel een als-dan plan verzinnen? Schrijf hem dan nu op. Misschien wil je liever juist van een ongezonde gewoonte af, bijvoorbeeld minder koekjes of chips eten. Stel jezelf dan eerst de vraag, waarom heb ik deze gewoonte? Bekijk goed wat ervoor zorgt dat je telkens weer naar deze snack schrijft. Dit is jouw aanleiding. Doe je dat bijvoorbeeld steeds omdat je zin hebt in iets lekkers of gewoon omdat je je rot voelt of je verveelt? Bedenk of het er ook mee te maken kan hebben met wie je bent, wat je doet en waar je bent. Steek je ongezonde gewoonte bijvoorbeeld altijd de kop op wanneer je met vrienden bent of juist wanneer je alleen bent? En is dit bijvoorbeeld tijdens het werk, op het station of thuis? Hoe scherper jij de belangrijkste aanleiding en de wie, wat en waar in beeld hebt, hoe beter je een voornemen kunt maken. Om je een voorbeeld te geven. Als ik zin heb in iets lekkers wanneer ik alleen thuis ben en tv kijk, dan eet ik een stuk fruit. Zou je nu een als-dan plan kunnen maken om een ongezonde gewoonte te veranderen? Schrijf hem dan op. Ben je tevreden? Super! Je hebt nu een concreet plan op tafel liggen waar je direct mee aan de slag kunt gaan. Herhaal je voornemen een aantal keer hardop voor jezelf. En zie jezelf het voornemen doen. Stel je de situatie voor waarin je jouw oplossing gaat uitvoeren. Waar ben je en met wie? Door het zo letterlijk mogelijk voor te stellen is de kans groter dat je het in de praktijk ook gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat je het voornemen elke dag even ziet. Zet de tekst als bureaublad op je computer, plak een briefje op je koelkast, kalender of spiegel. Je kunt ook andere geheugensteuntjes gebruiken. Hang je sportkleren bijvoorbeeld in het zicht. Of leg fruit op een plek waar je er vaak langs loopt. Ik denk dat je er dan klaar voor bent. Dus het is tijd om jouw goede voornemen nieuw leven in te blazen. Wil je nou meer weten over gezonde voeding? Klik dan hier om naar de website van het Voedingscentrum te gaan. Alles over sport te weten komen? Klik dan hier om naar de website Alles over sport van het Kenniscentrum Sport te gaan. Heel veel succes!